Martin Drent, tweede seizoen als trainer bij Roda Raalte. Mooi weer. Ja, dat is een raar begin. Ja, zeker ook naar de vakantie die ik heb meegemaakt in Toscane. Elke dag gewoon 40 graden. Dan is het hier wel wat anders, ja. Hoe is je eerste training gegaan met de jongens? 6 nieuwe jongens erbij? Ja, er waren in totaal 7 jongens niet actief in de groep. 5 waren nog op vakantie, 2 zitten in het revalidatieproces. Maurice en Jeroen Jansen. Ja, het is altijd een beetje aftasten. Ja, het is natuurlijk een hele andere groep dan die we vorig jaar hebben gehad. En ja, iedereen moet zijn plekje weer verdienen. Wat hoop je met deze groep te bereiken wat je vorig jaar misschien hebt laten liggen? Ja, wat je hebt laten liggen hoort wel heel negatief in de zin van dat je gewoon een dramatisch seizoen hebt gehad. We hebben gewoon een prachtig seizoen gehad, maar laat het inderdaad liggen tijdens de na-competitie. En dat was voor ons allemaal teleurstellend. We willen graag promoveren. Maar we moeten ook even kijken van hoe goed is deze groep. He, er zijn natuurlijk heel veel veranderingen. Ik heb aangegeven ook dat we gewoon echt hele goede spelers zijn kwijtgeraakt. We hebben ook echt hele goede spelers kunnen behouden. En ik vind ook dat we hele goede spelers hebben aangetrokken. Alleen, je moet het weer smeden. En dat moet zo snel mogelijk. Zijn er veel jongens uit de tweede die zeg maar doorstromen naar het eerste? Of zeg je van nou, we gaan het echt met de oude jongens doen en een heel stel nieuwe? Iedereen krijgt de kans. En de jongens die ik vanuit de tweede erbij heb gehaald, een Koen, een Jurrian, noem ze maar op, die hebben het op basis van vorig jaar verdiend. En die mogen het laten zien. En even terug naar een Lars van Schoten, die stond vorig jaar niet in de basis. Lars hoort ook bij een rijtje, ja. Hoe zie jij Lars dit seizoen? Nou, Lars heeft vorig jaar, en dat heb ik hem ook verweten, de voorbereiding gemist. In ieder geval de eerste weken. En daardoor liep hij iedere keer achter de feiten aan. En hij is er nu. Hij is fit. Hij is gretig. Prima begin. Kan je even heel kort uitleggen hoe jij dit seizoen ziet? Ja, Ruben Tepperik, onze nieuwe keeperstrainer, die had een fantastische uitspraak. Die zei van niet promoveren is degraderen. Gevaarlijke uitspraak. Ja, is een gevaarlijke uitspraak. En ik sluit me daar wel bij aan. Mochten wij niet promoveren dit seizoen, met de komst van de nieuwe divisie erbij, de tweede divisie, ja, is eigenlijk wel een beetje degraderen. En ik vind, en dan leg ik maar even een beetje druk op mezelf en op de club, op de groep, dat we moeten promoveren. Dus als we even heel kort kijken met de nieuwe regels, zouden jullie volgend jaar topklasse moeten spelen? Ik vind dat we daarvoor moeten gaan. En nogmaals, heel veel ploegen die zeggen ook van, we hebben ons prima versterkt. Wij kunnen op dit moment alleen nog maar zeggen, eigenlijk, dat we heel veel goede spelers zijn kwijtgeraakt. En wij denken dat we hele goede spelers hebben aangetrokken. Maar dat moet allemaal nog maar gebeuren. En ik heb er wel zin in. En ik heb er ook vertrouwen in dat het gaat lukken. Alleen, deze groep is nog niet zo ver als de groep van vorig jaar. Nou, laten we dan met iets positiefs afsluiten. De trainer heeft er vertrouwen in. Nee, absoluut. Nee, maar alle jongens die we hebben aangetrokken, vind ik, zijn topspelers. Dat zijn echte Roda-spelers. En het is taak voor ons om te zorgen dat we weer bovenin meedoen. En we moeten hard werken. Maar daarvoor zijn we hier ook. We gaan het volgen. Bedankt.